When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burning be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. Terecht, jongen. Want dit kan jij als geen ander. Willem. Ja? 22 jaar. Ja. En dan, wat mij betreft, zo'n talent zijn. Hè? Dat moet een mooi voorbeeld zijn voor andere jonge mensen die graag het vak in willen. Misschien een beetje ontmoedigend ook. Want het is wel heel erg goed wat hij allemaal staat te doen. Maar het kan ze ook inspireren om inderdaad te zeggen van... dat wil ik ook bereiken. Ja. En ja, Freek, je hebt een van God gegeven geluid in je strot zitten. En je weet precies wat je ermee doet. Wat was jouw mooiste moment in de serie? Nou, er waren er heel veel, maar ik denk dat één moment wel... of meerdere momenten eigenlijk, dat was de week met Roy en John. Dat we het tripje naar Londen. Tripje naar Londen. Ja. Was toch een soort verbondenheid? Of begon de concurrentie daar toch echt toetsen? Nee, we hebben ook echt, voordat we daar naartoe gingen, gezegd... we draaien die knop om en we gaan gewoon genieten. En dat hebben we echt gedaan en het was te gek. Ja. Een van jouw grootste fans volgens mij was Erwin. Wat is jouw mooiste moment van Freek uit de serie? Nog steeds een van zijn grootste fans, hoor. finale. Jesus Christ Superstar Gethsemane. Waarbij, wat wij hier niet konden zien... maar wat de kijkers thuis wel zagen, was die ene traan. En toen ik het de volgende dag terugkeek... dat was zo intens wat je daar stond te doen. En ik had de traan niet eens nodig om te voelen wat je voelde. Dat is wat acteren is, denk ik. Dat je het gevoel wat iemand meemaakt op dat toneel... als kijker, als theaterbezoeker of televisiekijker voelt. En dat je voelt wat hij doormaakt en dat je om hem geeft. Dat is uiteindelijk waar het om gaat, om te acteren. Ja. Jij had niet alleen Erwin en Pia tegenover je als speler, maar ook Paul natuurlijk. Die kon er helaas vanavond niet bij zijn. Ja. Peter heb je nooit meegemaakt. Nee, hallo.